In het Mallebos in Spijkenisse is de zoektocht hervat naar de vermiste Farida Zargar. Gisteren en eergisteren hebben rechercheurs van de politie ook al gezocht naar de vrouw. In het bos bij Spijkenisse en in een schuur bij een huis aan de Venestraat. De 34-jarige man die vastzit in verband met betrokkenheid bij de verdwijning van de vrouw uit Spijkenisse, heeft gisteren een plek aangewezen in het Mallebos. Volgens justitie lijkt het erop dat daar iets ligt begraven.